Hallo, ik ben Bart en ik ga jullie een hoofdstuk voorlezen uit De Dromendief. Ik heb het verhaal geschreven en mijn zoon Leon heeft de tekeningen gemaakt. Het is het verhaal van Neo die midden in een droom wakker wordt gemaakt door een zwevend hoofd met een rood hoedje. En dat zwevende hoofd gaat er met zijn droom vandoor. Dat laat Neo niet op zich zitten en hij gaat achter de dief aan. En dat wordt een spannend avontuur. Hoofdstuk 4, waarin een harig monster Neo schrik aanjaagt en een gouden sterrenregen uit de lucht valt. Langzaam steekt Neo zijn rechterbeen door de opening en stapt voorzichtig naar de andere kant van de heg. Vlak voor zijn voeten ligt een doorzichtige grijze ballon. Net een gewone ballon, maar dan steviger. De ballon glanst in het licht van de straatlantaarn. Neo pakt hem op en houdt hem vlak voor zijn gezicht. De ballon lijkt een beetje op een glazen sneeuwbol. Mevrouw Van Dam, die in het huis naast Neo woont, heeft er zo een staan op haar salontafel. Neo doet wel eens een boodschap voor haar. Mevrouw Van Dam zit in een rolstoel en daardoor komt ze niet meer zo makkelijk op straat. Na de boodschappen krijgt Neo vaak een glas limonade. En heel af en toe mag hij de glazen bol schudden. Dan kijkt hij naar de sneeuwvlokken die rond de dansende sneeuwpop dwarrelen. In de ballon voor zijn neus zitten geen sneeuwvlokken, maar er zit wel wat anders in. Neo kijkt aandachtig. Is dat nou neef Konijn? Het is neef Konijn, maar niet in zijn hok, nee, in het stadspark naast de brede rivier. En neef Konijn is niet alleen. Om hem heen dartelen een heleboel andere konijnen, klein, groot, jong en oud. De zon schijnt en ze hebben plezier. Neef Konijn nog het meest. Behendig springt Neo terug door de heg, rent naar het konijnenhok en ziet dat neef Konijn rustig aan zijn wortels zit te knagen. Hé, denkt Neo, hoe kan dat nou? Neef Konijn is hier, maar ook in de ballon? Hij begrijpt er niks van, maar hij heeft ook geen tijd om het uit te zoeken. Als hij hier te lang blijft staan, is de inbreker al gevlucht. De tas met vers stro staat nog steeds naast het hok. Neo krijgt een idee. Hij pakt de tas, kiepert die leeg en stopt de ballon er voorzichtig in. Een strootje zweeft omhoog tegen de neus van de nieuwsgierige neef Konijn, waardoor hij zo hard niest dat er een stukje van zijn platgekoude wortel door de lucht vliegt. Sorry, neef Konijn, zegt Neo lachend, terwijl hij alweer wegrent. Met de tas over zijn schouder wipt hij opnieuw soepel door de heg. Hij tuurt in de richting waarin de dief is gevlucht. In het licht van de straatlantaarn op de hoek glinstert iets. Ziet hij het nou goed? Daar ligt nog een ballon. Opgewonden rent Neo er naartoe. En net als hij de ballon wil pakken, klinkt er achter hem een akelige kreet. Geschrokken draait hij zich om. En het volgende moment springt er iets zwarts, iets monsterachtigs tegen Neo op. Het monster krijst nog een keer, angstaanjagend. En bang struikelt Neo naar achteren. In zijn haast stapt hij boven op de ballon, die met een droge zucht uit elkaar knapt. Neo belandt op zijn billen. Vuurpijlen schieten omhoog. Gouden sterren, paarse regen, rode hartjes. De kleuren dansen door elkaar heen. Neo kijkt er ademloos naar. Wauw, dat is mooi. Het monster is hij op slag vergeten. Even nog zweven de kleurige vuurvlakken om Neo's hoofd. Dan zijn de kleuren weg. Vervlogen in de wind. Beduust staat Neo voor zich uit. Wat een vreemde ballonnen zijn dit, denkt hij. Neef Konijn zit in een ballon en nu weer vuurwerk. Zulke ballonnen kent hij helemaal niet. Waar komen ze vandaan? Dan ziet hij er nog een liggen. Behendig trekt hij de ballon naar zich toe en kijkt erin. En van verbazing zakt zijn mond wijd open. Hij kan niet geloven wat hij ziet. Hij ziet zichzelf. Zichzelf. In het mandje onder de luchtballon samen met opa Bart, vlak bij de wolken. Dat is mijn droom, zegt Neo verbaasd hardop. En ik slaap niet eens. Of wel? Hij schudt met zijn hoofd, maar hij is toch echt wakker. Verrast kijkt hij naar de tas naast hem op de grond. Als dit mijn droom is, denkt hij aarzelend, dan zit in die andere ballon dus ook een droom. De droom van neef Konijn. En dat vuurwerk, dat was ook iemands droom. Aandachtig tuurt Neo in de ballon in de tas.
Neef Konijn en zijn vriendjes buitelen vrolijk lachend over elkaar heen. Ze hebben dolle pret. En ineens voelt Neo zich een beetje verdrietig, al weet hij niet goed waarom. Misschien iets zwaars landt op zijn benen. Geschrokken kijkt Neo omhoog. Een paar fonkelende ogen staren hem van dichtbij aan. Het monster, denkt hij verschrikt, helemaal vergeten. Neo verstijft. Angstig knijpt hij zijn ogen dicht. Hij durft niet te kijken. Veel te eng, veel te gevaarlijk. Even gebeurt er helemaal niets. Dan voelt hij in plaats van scherpe tanden of klauwen iets zachts en harig langs zijn arm strijken. En hij hoort een bekend, snorrend geluid. Voorzichtig opent Neo één oog. Hij schiet in de lach. Niks zwart monster. Het is Chi-Chi maar. Eén van de poezen van juf Joke. Chi-Chi strijkt vriendelijk met haar kopje langs Neo's been en loopt dan tevreden ronkend de andere kant op. Haar staart staat vrolijk omhoog. Haastig krabbelt Neo overeind, pakt zijn tas van de grond en stopt de overgebleven ballon er heel voorzichtig in. Eén ballon is al geknapt, dat mag niet nog een keer gebeuren. En nu moet hij zo snel als hij kan achter die nare inbreker aan. Die mag niet ontsnappen. En hoe het verder gaat, dat kun je dus lezen in De Dromendief.